Kom eens even hier. Even draaien. 1, 2, 3. Dan waren we weer, hè? Jong. Mijn moppies, hè? Zo lief allemaal, hè? En als ik weer een tijdje heen ben, dan loopt de balk van de schijf waar ik mee werk weer natuurlijk vol. En dat is mijn D-schijf. Zo lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Bezemboel. Ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag zaterdag de 24e van de 9e 2022 en we leven om 13:24. Ik ben opgemaakt en dat is een pluspuntje voor mij, maar ik voel me nog lang niet goed. Nee. Ook is Karen eventjes in een don, nou ja, hoe moet ik dat zeggen? Als een bliksem even hier geweest, heeft het afgeleverd, heeft even gezeten, maar ze heeft geen drinken gehad, niks. Want ze wou weer weg. Nou ja, oké, die gaat de hart weer op, dus ja, ze heeft even wat afgeleverd. En weer wat in ontvangst genomen en daar was ze blij mee, dus ja, daar ben ik ook weer blij. Dat waren de handdoeken, ik ben naar jullie vergeten te filmen. Maar ja, zij zal het hopelijk laten zien. En ja, dan komt het wel goed. Ik zal het wel vragen. Ik ben het helemaal vergeten. Ik heb het jullie wel verleden laten zien. Maar ik heb alles keurig netjes. Ze was er geweldig blij mee. Dus ja, allemaal goed. Dus ja, we gaan zo lopen. Dat zeg ik, we gaan zo lopen. Dus ja, nee, ik denk ook dat ik wel weet waarom ik niet in orde ben. Want het is voor mij gewoon een KUT maand. Het is nou de 24e. Morgen is het de grote dag voor mij. Morgen had, als mijn mannetje er nog had geweest, hadden we morgen 14 jaar getrouwd geweest. Ja? Ja. Ik ben gewoon lang niet in orde. Last van mijn buik en ik heb geen diarree of wat dan ook. Dus daar heb ik helemaal geen last van, maar wel kramp en pijn, steken, misselijk. Ook heb ik enigszins blaasontsteking. Nou ja, nee, ik ben nog niet naar de dokter ervoor geweest. Ik heb ook nog niet gebeld, niks. Want dan moet je weer naar de dokter klooien om urine in te leveren. Dat is allemaal niks voor mij. Ik kan ook overgaan als je maar veel blijft drinken. Nou, dat doe ik, dus het komt allemaal goed, hopelijk. En dus ja, de ene keer doet het wel zeer en de andere keer doet het niet zeer. Dus het is af en aan, ja. Hé, tante Pollebop, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens even hier. Even draaien. 1, 2, 3. Daar waren we weer, hè? Jong. Mijn moppies, hè? Zo lief allemaal, hè? Ja, en Elwin ook lief, hè? Ja. Ja, tuurlijk. Moet even, hè? Bliksemstraaltjes. Steltje boefjes. Ja, want dat zijn ze. Steltje boefjes. Maar oké, lieve vrienden, ik wens jullie een hele fijne, liefdevolle dag toe. Het is hier momenteel gelukkig prachtig mooi weer en daar hou ik van. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw en we hebben wat bewolking. Dus ja, niks aan het handje. Ik ga er lekker vandoor met de meisjes. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van je dag en doe het met een lach. Doe ik. Probeer ik ook. Ik ga straks, als ik thuis ben, een vlog in elkaar zetten, want dat heb ik gisteren niet gedaan. Dus dat moet wel.
En dan vanavond is nou ook weer een feestje. Dus ik zeg, geniet ze en geniet gewoon weer gezellig met ons mee. Ja, lieve vriend, ik ben er weer even. Ik ben wel bezig geweest met vlogs, maar ook weer niet. Ik heb nog niks in elkaar gezet, maar op een speciale harde schijf die ik apart heb zitten in de computer. Daar heb ik alle filmpjes afgehaald en in mappen gestopt, zodat ik achter elkaar aan vlogs in elkaar kan zetten. Ze hebben ook allemaal al een naam gehad, dus daar kan ik mee aan de gang. En ik heb de camera leeggehaald, die heb ik weer in die, op die schijf gezet. Die ik verder, nou ja, waar, dat is mijn opslag, laat me zeggen, mijn kluis. Ja, dat, de computer verder is geen problemen mee. Ik zit wel in de computer, maar ja, ik werk met een andere schijf eigenlijk. Ik weet allemaal niet hoe ik dat noemen moet, maar anders raakt mijn computer overvol. Ja, dus dat dus. En als ik weer een tijdje heen ben, dan loopt de balk van de schijf waar ik mee werk weer natuurlijk vol. En dat is mijn D-schijf en die moet blauw blijven. En als die weer bijna rood wordt, dan haal ik daar weer een heleboel vlogs van af die ik al in elkaar heb gezet, die al op YouTube staan. Dat gaat dan weer allemaal naar die speciale schijf toe, ja. Dus daar ken ik nog genoeg op, zeg maar. Wat ik nou ga doen, nou ja, ik heb mijn tas ook al klaar. Ik ga eventjes naar buiten. Ik ga eventjes op de booster, want ik heb ook geen haarlak meer. En dat moet ik ook weer hebben. En ik heb geen zin om eten te koken, dus ik haal even wat lekkers. En dan kunnen we dat lekker opheuselen. Ik heb zin in een lekkere pizza. Ja, een pizza. Een lekkere pizza. Dus dat ga ik ook even halen. En ik kom straks gewoon weer retour. Ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Kandolf, ja, die zit te mekkeren in de hal. Maar die bekijkt het maar. Ik ga er eerst vandoor. En dan zien we het wel weer hoe laat het dan is. En dan kan hij nog wel even naar buiten. Maar hij is net trouwens binnen. Dus ja, blijf maar eventjes binnen. En ik ga gewoon even boodschapjes doen. Dus ik zou zeggen, geniet ze. En tot straks maar weer. Zo, lieve vrienden. Er is weer een tijd aangebroken om naar bed toe te gaan. De klok die slaat 3:00. Ik weet niet hoe laat het echt is. Ik heb een daglight gezet. Maar ja, 2:59. Dus hij zit aardig goed. Hij zit aardig goed. Ja, telefoon is 2:59. Dus dat komt wel uit zo'n beetje. Computer heb ik uit, televisie heb ik uit. Ik heb steenkoude voeten, dus ik heb een kruik klaar gemaakt. Dan denk je, nou al, ja, het is voor mijn voeten in ieder geval ook koud, ja. En vooral als ik koude voeten heb, moet ik een warme kruik hebben. Want anders doe ik geen ogen dicht en dan leg ik mezelf te schoppen en dan schiet ik niks mee op. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van je nachtrust. Allemaal lekker slapen. En uiteraard morgen gezond weer op. Dus ik zeg, aan deze kant een hele fijne nacht. En tot aan de andere kant van die nacht. Doei!